Nou, ik zit weer in mijn bakkie en ik voel me er al helemaal thuis, want ik ben weer bezig met mijn doelgroeponderzoek. Zo, dat is meteen bij de eerste. We komen graag bij de mensen thuis. Hallo. Hallo. Nederlands? Engels is beter. Beetje Engels? Ja, Engels is beter. Do you speak English? Yeah, of course. Yes. You're from? From Ghana. Yeah, what country? Ghana. Ghana? Ja. Ah, beautiful Ghana. Ja. Do you like the Dutch food? Oh, yeah, of course. Why not? Hutspot? What spot? Hutspot. Ja, ja. Hutspot, hè? Ja. En erwtensoep? Oh, is heel lekker. Heel lekker. Heel lekker. Bye. 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 Goedemorgen. Okay. We hebben u wakker gemaakt, hè? Een beetje, ja. Maar volgens mij, toen was het al iets van half één. Zondag slapen door, hè? Ja? Ja. Tot hoe laat dan? Totdat de ogen ook weer onbepaald. Gaat u wel eens naar het theater? Nee, nooit. Naar een museum? Ook niet. Ook niet. Gewoon meer van natuur. Ja, natuurfilms. Ook als bijvoorbeeld het kleine hertje door de leeuw helemaal verscheurd wordt. Ja, zoiets. Dat vind ik leuk. You are not a policeman. Nee, of course not. I'm not a policeman. I'm too small for a policeman. I am a political refugee. I cannot show my face. Okay. Do you know? Yeah, but... I am an Iranian and I am a political refugee. I cannot show my face on the TV. But put a shirt over your face. Shirt? Okay. Nou, we zijn nu dus op bezoek bij een politiek vluchteling. Die wil zijn gezicht niet laten zien. Kijk nou toch eens hier. What do you want to ask? Peppy Tulband. What do you want to ask? Where are you from? From Iran. Iran? Yes. And you're a political refugee? Yes. So you don't want to show your face? Yes. You're wanted by? Yes. Who is looking for you? The Iranian regime. Oh. What did you do? Here? No, in Iran. In Iran? Yeah. You mean my job? Yeah. A judge. I was a judge. You were a judge? Yes. Oh, you sentenced people. Finally. Yeah. No, I didn't sentence innocent people. Perfect. Erik, we kunnen er één omhoog. Leuk. Hoe gaat het? Goed hoor. Ja? Ja hoor. Je schrikt toch niet? Nee, ik wou even kijken wie er was. Dus schrok even ja. Kijk je er een beetje van op? Ja. Ja? Ja. Oké. Okay. Ja, ik ben bezig met doelgroeponderzoek. Ja? Dus ben je lid van een omroep? Nee, dat waren we. Ja, we zijn wel lid van de EO. Daar moet je zelf ook toch heel hard om lachen? Nee hoor, helemaal niet. Nee. Je bent lid van de EO? Juist. Nou ja, dat zijn wel, die zitten op TV2, hè? Ja. En waar denk je dat ik zit? Je mag één keer raden. Ook op TV2 natuurlijk. Ja! Ik zit samen met de EO, de TROS en de NOS op TV2. Nou, dat kan toch, of niet? Ja, dat is hartstikke goed. Ja. Nou, ze is lid van de EO. Vandaar natuurlijk die slogan, er is hoop. We hadden alleen achteraan moeten voor de Bijlmer.